Het water van Suriname is van Suriname. We moeten niemand vergunningen geven om ons water te commercialiseren. Dit zei de initiatiefnemer van de Milieuwet, Jennifer Geerling-Simons, gisteren in de Nationale Assemblée. Ze vindt dat er een hoofdstuk moet komen in deze ontwerpwet waarin het Surinaamse water veilig wordt gesteld. Geerling-Simons hoopt dat het nationaal belang met betrekking tot water nooit in gevaar komt. Water is geen goud. Zonder goud ga je gewoon leven, waarschijnlijk beter. Zonder water ga je snel dood. We kennen de drama's hier in Zuid-Amerika, waar er concessies zijn gegeven aan grote bedrijven. Ik denk aan Nestlé en anderen. En dat de inheemse en de mensen die daar wonen niet aan water kunnen komen, want het water is van een bedrijf. Wel, dat mag nooit, nooit, nooit in Suriname gebeuren. Dus ik stel voor dat we hier wel een hoofdstukje water zetten met 2-3 bepalingen. Het water is altijd van Suriname. Er moet een nationaal waterbedrijf zijn. Die gaat bepalen of er water gewonnen wordt. En eventueel met particuliere partijen kunnen er altijd afspraken gemaakt worden. Maar zodra het Surinaams nationaal, dan wel het lokaal belang, de behoefte aan het water voor de overleving en de voor op eigen behoefte afgestemde landbouw, dat in gevaar dreigt te komen, dan heeft het Surinaams belang voorrang. Simon zei verder dat er een conceptwaterwet is, maar vanwege de drukte met het coronavirus is er momenteel geen tijd om dat concept in behandeling te nemen. Met de toevoeging van een hoofdstuk water aan deze milieuwet wil Simon toch invulling geven aan het belang van het Surinaamse water. Zonder een hard verbod te zetten op het commercieel bezig zijn met water, wil ik wel hard vastleggen het recht van elke Surinamer en van de natie in zijn totaliteit op ons water. Niemand, en dan ook niemand, moet ons ooit kunnen zeggen, maar ik heb een concessie, dus ik heb eerst recht om dat water te winnen. En jij moet het maar bij me kopen, of je kan het niet krijgen. Dus dat vraag ik, dat we dat opnemen hier, omdat we geen tijd gaan hebben om die hele waterwet aan te nemen. Dus we gaan dan in deze wet aangeven dat er een waterautoriteit moet komen. Maar wij gaan het nu hier niet vaststellen. Maar los van de waterautoriteit moeten die basisregels wat mij betreft hierin worden opgenomen. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simon zei sprak gisteren in DNA bij de behandeling van de ontwerpwethoudende regels voor duurzaam milieumanagement.